Dus de bekendste aassoorten, dat is dus ja, de zeepier. En in dit geval ook de zager. Daar wordt gewoon veruit het meeste gevist wanneer we het over een klassieke manier van vissen hebben met een paternoster. Dus een onderlijn voor platvis en zo. Dan vissen we met zeepieren en zagers. De pieren worden bijna altijd per stuk verkocht. Zagers gaan meestal bij ons. Pieren worden gestoken in de slikgrond. Zagers worden tegenwoordig gekweekt, maar ze komen ook in de natuur voor. Als je kijkt in Zeeland, maar ook op de wadden, op de mosselbanken, onder die mosselen zitten vaak zagers. Alleen je mag ze daar niet spitten, want het is allemaal een beetje een beschermd gebied. Maar ze komen ook in de natuur voor. En ze kunnen een halve meter lang worden. En dan schrik je echt hoor. Nou ja, dan heb je er ook maar twee in een ons zitten. Maar dit zijn gewoon de handzame formaatjes zoals ze gekweekt worden. Kan er zo'n heel zagertje op de haak. En ja, als je ze laat doorgroeien, dan wordt het, wat ik al zeg, zulke knoert. En dan word je bang van. Want ze kunnen bijten. Een zager kan bijten. Ik zal eens kijken of die het wil doen. Maar zit hier als het ware een... Hij doet het niet. Maar er zit in die kop van die zager zit een klauwtje. Een zwart klauwtje. En dat is behoorlijk hard. Ja, ze worden door elkaar gebruikt. Spieren en zagers. Soms zijn zagers goed. Weet je wanneer ze vooral heel goed zijn, zagers? Als ze een beetje stinken. Als je een weekje uit de koelkast hebt gehouden en dan komt zo'n beetje een vieze, onaangename geur vanaf. Dan zijn ze vaak op zijn best. Maar ja, voor zeebaars kan je best weer een hele levende gebruiken. Maar over het algemeen een stinkzager, jongen, dat is dodelijk. Vaak nog beter dan een zeepier. Maar we gebruiken ze door elkaar heen. En we hebben ook nog mes. We gebruiken ook af en toe nog mesheften. Als er kabeljauw er is. Maar grote pieren en zagers aan boord van zo'n charterboot zoals hier. Heb je alles. Heb je genoeg om vis te vangen. Ja, afgezien natuurlijk van het hengelmateriaal wat je nodig hebt, moet je natuurlijk ook zorgen dat de onderlijn klopt. Want dat is uiteindelijk waar de vis aan komt te hangen. En wanneer het stroomt hier op die Noordzee, dan heb je echt ankerlood nodig. Dus een lood met stevige ankers. Als het nou niet stroomt, dan kun je de ankers terugbuigen dat het loodje over de bodem danst. Maar over het algemeen vang je het beste in de stroming wanneer je onderlijn verankerd ligt op de bodem. Die vis die komt vanzelf al naar jouw aas toe. Jij hoeft de vis niet te zoeken in dit geval. Dus altijd zorgen dat je op de boot ankerlood van 200 tot 300 gram bij je hebt. In de zomer andersom, wanneer je op makreel vist, heb je geen ankerlood nodig. Want dan vis je met zo'n verenlijn recht omlaag. Nou, dan heb je die ankertje nodig. Je laat hem op de bodem stuiteren. Maar dan heb je toch ook wel weer 200 tot 300 gram werplood nodig. Ja, in de tijd dat we de grote kabeljauwen vingen, hadden we grote haken. 2-0, 3-0, 4-0 haken erop. Gingen wel 3, 4, 5 zeepieren op of twee hele zagers. Zolang dat nu volop platvis wordt gevangen, nemen we gewoon platvishaakjes. Nummer 4, nummer 2 kan ook nog. Ik gebruik metalen afhouders, je kunt ook zonder afhouders vinden. Maar je kunt ze ook kant-en-klaar kopen, die platvisonderlijnen. In ieder geval drie haken, drie platvishaken, ankerlood, de juiste hengel en molen. En je kan vissen, tot in lengte van dagen. In ieder geval op een boot.